Ik merk aan mijn huurders, dat zijn sekswerkers, daar is heel veel onrust. Daar was eerst heel veel onrust al omdat er geëxperimenteerd werd met sluitingstijden, wat een flop is geworden. Je ziet dat dat mentaal met ze doet. En dat is gewoon niet leuk om te zien. Hartelijk welkom bij de inspreekavond over de voorkeurslocatie voor het erotisch centrum. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen hun stem kunnen laten horen over wat zij vinden van het erotisch centrum wat nu gepland staat in Zuid. We hebben gisteren ook uitgebreid met de sekswerkers gesproken, die ook een belangrijke stakeholder zijn bij dit hele verhaal. Maar ook de omwonenden, de bedrijven op de Zuid, als allerlei mensen die betrokken zijn, die moeten hun stem ook kunnen laten horen. En dat kunnen ze vanavond doen. De burgemeester zegt keer op keer zelf, de sekswerkers zijn niet schuldig aan de drukte. Het is de industrie die zich eromheen heeft gevormd. Helemaal mee eens, maar pak die dan aan. Ik heb veel ramen in de buurt. Ik woon ook zelf in de buurt. En ik woon er al jaren, vanaf 6 jaar nu, met veel plezier. Het is echt een fantastische buurt. Er wordt een beeld gecreëerd over de buurt alsof het 24/7 Sodom en Gomorra is. Dat is gewoon echt totale lariekoek. Ja, het is te druk op vrijdag en zaterdagavond tussen zonsondergang en middernacht. Dan heb je massa's toerisme. Nou, wat zie je dan? Dan wordt er inrichtingsverkeer gecreëerd. Dan wordt iedereen in een soort van tunnel gepropt door de crowd control. Dat is te druk. Vind vriend en vijand. De andere moment is het echt een hele gemoedelijke, leuke buurt met leuke horeca. Waar mensen graag komen, waar heel veel mensen ook graag wonen. Niet allemaal, maar ja, weet je, je woont wel in het centrum van de hoofdstad. En mensonterende toestanden, klinkt het alom. Staan hoorders dronken Britse toeristen daar voor de ramen, die vrouwen belachelijk te maken, foto's te nemen. Maar dat is inderdaad specifiek in het weekend is de topdrukte. Maar wat je ook hoort is, er zijn al zoveel ramen gesloten op de wallen, dat die drukte zich nu ook zo concentreert op die ene gracht waar het nog te vinden is. Als je kijkt ten opzichte van 10 jaar geleden, zijn er heel veel ramen weg. Dat eigenlijk mensen zeggen van, waarom zijn er niet meer ramen, zodat er een beetje spreiding is? Of waarom kiezen we niet voor allerlei kleine locaties door de stad heen, in plaats van nu één groot megabordeel? De coalitiepartijen, niet verrassend, die zijn ervoor. Wij als VVD vinden het idee van een erotisch centrum ook best verstandig. Alleen we zeggen niet in deze locatie, vanwege de nabijheid van omwonenden, de veiligheid, et cetera. Maar het lijkt er wel op dat er een meerderheid inderdaad zou kunnen ontstaan. Dus dat betekent dat we ook deze mensen moeten vragen naar hoe je dan praktisch zou kunnen inpassen als het dan toch maar moet. Ja, ik vind op zich dat ze hele terechte zorgen aandragen. Die zorgen hebben we natuurlijk ook al eerder in het proces gehoord. We zitten in die zin nog best vroeg ook in het proces, want er wordt nu een verder onderzoek naar gedaan op deze specifieke locatie. Tenzij de gemeenteraad nog anders besluit, dat er bijvoorbeeld helemaal geen onderzoek zou moeten komen. Maar ik denk dat zorgen over veiligheid, zorgen over wat voor impact het op een buurt kan hebben, op de leefbaarheid van de buurt, dat hele terechte zorgen zijn, die zeker ook in het vervolg van het proces meegenomen moeten worden. Dus heel goed dat bewoners die nu al uiten. Ja, bewoners zijn tegen, scholen zijn tegen, ondernemers zijn tegen, sekswerkers zijn tegen, de Stadsdeel Zuid, je hebt nog een soort van stadsdeelcommissie is tegen. Het besluit lijkt inderdaad vast te staan. Er staat in het coalitieakkoord van het huidige linkse college dat er een erotisch centrum moet komen, niet waar en wat het precies moet zijn. Maar de coalitiepartijen, die vooralsnog lijken ze mee te gaan. Ik heb een beetje gepolst bij ze van, heeft dit inderdaad nog zin wat die mensen hier zeggen? En ze zeggen ja hoor, want dit zijn vragen die we ook allemaal gaan stellen. Maar probeer dat deze mensen nog maar wijs te maken. Mensen, het is ook niet de eerste keer dat ze inspreken. Vandaar dat ook iemand zei van, nou, ik doe vandaag iets anders. En ze ging zingen. Is dit mijn stad niet meer of al die jaren nooit geweest? Het grootste trekpleister van ieder bachelorfeest. Is dit mijn stad niet of het nooit geweest? Ik dacht, probeer eens wat anders. Ik heb heel vaak heel serieus hele mooie betogen gehouden. Heeft niks uitgemaakt, dus we dachten, kijken of iets anders wel werkt. Ja, was het een beetje ingestudeerd? Want ik zag jou ook gelijk opstaan, Ellen, voor het refrein. Nou, ik hou van zingen, dus ik denk, doe gelijk even mee, hè. Dus echt, ze hebben het geweldig gedaan. Het is echt het allergrootste bordeel van Europa in een kleine stad. En het type toerist wat daar komt, die komt alleen maar om te feesten en heel veel afval af te geven. En daar willen we volgens mij juist van af. We hebben de STW-toerist-campagne net gehad. En vervolgens gaan we de grootste trekpleister maken van Europa om ze weer aan te trekken. Het is een beetje tegenstrijdig. Er is maar één iemand die dat heel graag wil en dat is burgemeester Halsema. Iedereen stemt tegen. En waarom drukt zij dit zo door? Ik begrijp dat niet. Officieel is het een collegebesluit van de 3 coalitiepartijen. Tegelijkertijd is het wel heel erg een idee dat uit de koker van Halsema lijkt te komen. Ze staat er ook echt voor. Het lijkt een persoonlijke erekwestie voor haar. Wat je eigenlijk doet is 100 ramen weghalen op de wallen. Je creëert 100 werkplekken in een erotisch centrum. Je weet helemaal niet of dat gaat werken. Als het niet gaat werken en zo'n centrum gaat failliet, zijn er 100 werkplekken in Amsterdam verdampt. Die komen echt nooit meer terug.
En ook als het niet werkt en als het wel een beetje werkt en sekswerkers hebben inkomstenderving. Dan hebben we nu geleerd, heeft het college ook geleerd het afgelopen jaar met het experiment wat ze op sekswerkers al hebben uitgevoerd met vervroegde sluitingstijden op vrijdag en zaterdag. Als je inkomsten naar beneden laat gaan van sekswerkers, ja, dan heb je veel meer onveiligheid. En dat zijn allemaal dingen, daar is totaal niet over nagedacht. Waarom Akda en de Munnik? Ja, nou ja, waarom? Dat was een beetje, ik dacht beter gestolen dan slecht bedacht. Dus het is een keer bij de heel bekend programma voor de Wilders editie geweest. En toen dacht ik, hey, dat is best sketchy. En misschien blijft dat wel hangen. Zangles genomen? Zeker niet.